Zaterdag 16 oktober. Feyenoord onder 18 tegen FC Utrecht onder 18. Feyenoord gaat beginnen in de volgende opstelling. Op doel staat Dekker. Rechtsback Elmensdorp. Het hart van de verdediging met Guus Baars en Milan Hokke. Lars de Blok. Zegiel. Mike Klein. Krijgen we Shiloh het Zand. Felicia, Nesto Groen en Jaden Slory. Klein. Elmensdorp, diepgaan van Jaden Slory. Randje buitenspel mag doorgaan. Slory, Groen. En die wordt gevaarlijk voorlangs gekopt. Valt hij terug in de drukte en dan vanuit de chaos is daar Nesto Groen met de 1-0 voor Feyenoord. De spits. Nesto Groen, die bal werd gevaarlijk teruggekopt. En Feyenoord straft dat af. Er wordt geprotesteerd, maar Sven Weda wappert ook nog even met een gele kaart. In de zesde minuut komt Feyenoord op een... Groen. Leek er een overtreding gemaakt te worden, maar nog altijd hier Nesto Groen. Vanuit een moeilijke hoek, met effect, komt die bal op de paal. Leek een overtreding gemaakt te worden daar, maar voordeel gegeven. En Nesto Groen profiteert bijna. Elmensdorp. Goeie bal hier op Jaden Slory. Voor het doel is Nesto Groen. Groen. Voor de actie, Nesto Groen. Felicia. Er voorbij, wordt aangeraakt, blijft doorgaan en schiet hem dan voorlangs. Er wordt voordeel gegeven, dus mocht hij gaan liggen was daar de penalty voor Feyenoord. Maar ging goed door. Gio, Renice, Felicia, Van Eldik. En dan wordt hij over Tjeerd Dekker heen gekopt. Verkijkt zich erop. Loopt uit, maar wordt ingekopt. En Feyenoord komt hier op een gelijke stand met FC Utrecht. Baars. Lars de Blok. Zand. Goeie beweging hier van Nesto Groen. Kan gaan scoren en hij scoort. Nesto Groen met zijn tweede goal. Prachtige lichaamsschijnbeweging. Komt zo vrij voor de keeper. En rond het af. Feyenoord weer terug in de wedstrijd op voorsprong. 2-1 Nesto Groen. Bal naar Slory. Gaat naar de grond en krijgt de vrije trap mee. En dan komt er nu een gele kaart. Felicia. Krult hem eroverheen en onderkant lat erin. Wat een wereldgoal daar van Gio Renice Felicia. Wat een vrije trap. Pegelt die bal onderkant lat. En Feyenoord op 3-1. Zouan. Oelers eroverheen. Bernardina. Krijgt hem gevaarlijk voor me. Van dichtbij wordt hij overgeschoten. Oeh, Togenal. Zegiel. En Felicia. Felicia. Gaat eigenlijk naar de grond. En krijgt zelfs de strafschop mee. En dan worden ze bij FC Utrecht helemaal gek. Het zou een goedmakertje kunnen zijn. Ik mag toch wel zeggen dat dit... gemakkelijk gegeven is. Felicia wellicht wel uit balans gebracht. Uiteindelijk gaat hij neer in de 16. Maar goed, dus achter de bal Milan Hokke. Of wordt het Sepp van der Heijden? Wordt Milan Hokke met de 4-1. Maakt even het gebaar van mondjes dicht. Scoort dus opnieuw een strafschop. De aanvoerder van de tweede helft, Milan Hokke. Blijkbaar een overtreding ergens en die gaat nu genomen worden, die vrije trap. Door Zouan. Hier is Reis. El Moussaoui. Reis knapt de keeper afgaan. Amir Reis. Voor het schot en die scoort. Amir Reis. Met een heerlijke invalbeurt. Bekroont dat met een doelpunt. 5-1 voor Feyenoord.
En dan fluit Sven Weda voor het einde van deze wedstrijd. Feyenoord wint met mooie cijfers. Feyenoord wint hier met 5-1 met het hoogtepunt van de dag. Die wereldgoal van Gio Renice Felicia.